Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en het leek ons weer een leuk dagje om te vloggen vandaag. Het is op dit moment iets van 9 uur en over een kwartiertje ga ik de deur uit. Ga ik Larissa namelijk even meeten in Utrecht. Want we gaan een hele leuke hotspot bezoeken. En die hebben vandaag 50% korting op de brunch. Dus we dachten, laten we dat meteen eventjes meepakken. Want we moeten in de middag toch ergens anders zijn in Utrecht. En dan kunnen we het meteen laten zien. Want het is echt heel erg tof en heel erg lekker. Dus dat leek ons in ieder geval heel erg leuk. En de lente is een beetje aan het komen. Het is niet echt een super lekkere dag vandaag. Maar ik ben wel een beetje zomers gekleed. Dus ik heb een mom jeans, een beetje met roze aan. Ventjes. En een t-shirtje. Maar eroverheen moet natuurlijk wel een jas. Ik moet eventjes kijken welke ik nou aan ga trekken. Waarschijnlijk gewoon een leren jasje. In de slaapkamer, die echt super rommelig is, zit Sylvester te chillen. Hallo. Oh. Hey Sil. Sil is natuurlijk al best wel oud. Maar ik merk dat hij wel wat ouder aan het worden is. Omdat hij niet zo heel goed meer loopt. En hij wil gewoon heel veel knuffelen en heel veel chillen. Maar vandaag moet ik toch echt eventjes de deur uit. Maar ik kom zo alweer terug. Oh, en waar we straks gaan eten is het waarschijnlijk helemaal niet heel erg gezond. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje weer begonnen met gezond eten. Dus ik heb ook mijn meal prep lunch mee. Dan een saladetje, zodat ik die in de middag kan gaan eten. Maar mijn ontbijt wordt echt waarschijnlijk heel veel suiker, heel veel vet. En ik denk dat het ook wel gewoon mag. Ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Maar dan hou ik het een beetje in balans door mijn lunch wel een beetje normaal gezond te doen, zeg maar. Maar goed, ik ga heel eventjes mijn tas inpakken en dan stap ik op de fiets. Larissa is aangekomen. Dus we gaan zo even kijken of we naar binnen kunnen. Maar we zijn echt veel te vroeg, want we zagen net dat hij pas open was om 10 in plaats van 9:30. Dus even kijken wat we gaan doen. Nou, Larissa is gearriveerd. Ze zit naast me even bij te komen van het fietsen. Want het is toch wel heel erg warm buiten. Ik dacht dat het wel mee zou vallen, maar het zonnetje is echt lekker weer. En het is gewoon echt fris. Dus je hebt zeg maar het gevoel, dit is lente. Ja. Ik moet zeggen, zeg maar, het is al best wel vroeg en het is nu al best wel lekker. Want normaal is het toch normaal duurt het altijd super lang. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ah, dit zijn echt prima dagen. We zijn aangekomen bij de Street Food Club. En tegenover me zit Larissa. We zijn even bij het raam gaan zitten. Ik hoop dat de muziek niet te hard is, maar ik denk dat jullie me wel kunnen verstaan. Het is vandaag 50% korting op de brunch. En die ziet er echt belachelijk goed uit. Hier is de kaart. En dan hebben we het echt over dingen als pancakes en wafels en avocado smash en een acai of acai bowl. Lijkt me wel heel erg lekker. En je hebt hier ook monster shakes en dingen. Op de andere kant. Oh, dus dat willen we gaan bestellen. Het wordt echt even bunkeren. Ze hebben hier echt van alles en nog wat. Dus we kunnen ook echt gaan van zoet, zo super zoet, naar hartig, naar heel heftig. Ik bedoel, kimchi op een wafel zelfs. Lijkt me heftig, ja. Ik heb er heel veel zin in. We zijn hier al eerder geweest om de streetfood te proberen. En dat was ook heel erg lekker. Dus ik weet zeker dat dit ook wel een succes wordt. Dus we laten zo wel zien wat we hebben besteld. En ik denk dat het ook wel leuk is om nog een rondje te lopen in de zaak, want het heeft iets van 3 hoekjes die allemaal de ander uitziet. Heel Instagrammable. Echt wel leuk. Nou, we hebben het eten gekregen. En dit hebben we besteld. We hebben een avocado smash met een eitje besteld. Een acai bol. En waffels. Het ziet er echt geweldig uit. We moesten wel eventjes wachten. Daar moet ik even eerlijk over zijn. Maar het is pas dag 2 dat überhaupt brunch hier is. Dus dat gaan we even vergeten. Want het ziet er wel echt heel goed uit. Ja. Het is net een tuintje. Heel mooi. Ik kan niet wachten om te eten. Dus, let's eat. We zijn nu aan het eten en het is zo ontzettend lekker. Echt heel erg lekker. Heel erg fan van die. Deze vind ik ook heel erg lekker, maar ik ben net iets minder van zoet. Maar deze is ook. Ik vind alle 3 echt super geslaagd. Yum. Ik wil nog even de rest laten zien. Dit is een beetje een soort van junglezaal met een super mooi dak. Het is heel erg lekker licht. En dit is aan de kant van de bar. Dus het ziet er echt super mooi uit hier. Je hebt heel veel leuke hoekjes. Ik ga nu even naar de wc. Nou, we zijn nu weer uitgegeten bij de Street Food Club. En we hebben straks een afspraak bij Hoi. De burgemeesterij staat. Ja. Dus daar gaan we straks heel eventjes heen en Larissa had nog een vraag. Ik heb een vraag, jongens. Ik heb zeg maar zo'n, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb hier zo'n stukje nagel dat naast je nagel zit. Ik weet niet hoe dit heet. Wat kan ik hier tegen doen? Want ik heb gisteren met een dag met een pleister gelopen en het doet gewoon heel erg veel pijn als dat zeg maar verder scheurt. Kijk, zie je het? Hier zo, daar. Laat me eventjes in de comments weten wat de beste tip hiervoor is. Moet je het afknippen? Moet je het niet afknippen? Moet ik er een of ander soort spulletje op doen dat het verdwijnt? Ik weet het niet. Ik denk gewoon met rust laten eigenlijk. Ja, maar het is zo vervelend. I need help. Ik zit met Tara in het park en ja, we zitten eigenlijk al een hele tijd, maar ik was gewoon helemaal vergeten om te vloggen. Het is gewoon echt zo heerlijk chill of zo. Tara heeft lekker de saladetje helemaal opgegeten daar. En we zitten hier op een bank met uitzicht op het water. Ik zal het even laten zien. Je hoort de vogeltjes. Nou, het is toch zalig. Heerlijk, heerlijk. Ik vind het echt helemaal top. Maar we zitten hier nu alweer een tijdje. Ik ga zo richting huis. Mijn vriend gaat weer weg voor een paar dagen, dus ik wil eventjes afscheid nemen. En als het goed is wordt ook vandaag een lamp bij mij geleverd. Dus ik ben heel erg benieuwd of die al geleverd is of dat die zo meteen komt. Dan ga ik het jullie even laten zien. Want ik heb al heel lang geen hanglamp boven mijn eettafel. Dus nu heb ik hem eindelijk besteld. Dus dat is misschien wel leuk om straks even te laten zien aan jullie. Zo, het is even weer later. Het is alweer even later bedoel ik te zeggen. Ik heb inmiddels mijn vriend naar het treinstation gebracht. Dus die is nu naar Schiphol. En ik ben helemaal alleen. En ik heb even wat boodschapjes gedaan. Niet heel veel bijzonders. Dus dat zal ik jullie verder laten niet. Dat zal ik jullie later verder niet zien. Oh my god, ik loop echt mijn woorden om te draaien. Het is echt belachelijk. Wat ik jullie wel wil laten zien is mijn lamp die is binnengekomen. En daar ben ik heel erg blij mee. En dit is hem in de doos. Ik zal hem eventjes eruit halen zodat je hem wat beter kan zien. Even kijken. Tada! Het zegt je misschien niet zo heel veel. Maar het is een lamp waar je bovenin hier plantjes kan doen. En dat is wat ik heel erg graag wilde. En ik had deze lamp al super lang op het oog. En op een gegeven moment was deze lamp uitverkocht. En dan kon je hem alleen nog in het zwart krijgen. Maar in het zwart vond ik hem niet heel erg leuk. En nu in één keer heb ik hem weer gevonden. Dus ik ben er super blij mee. Ik zal eventjes een fotootje invoegen met de plantjes. Zodat je kan zien zeg maar, wat het effect is. Deze die komt dus dan hier boven de eetkamer te hangen. Dus in plaats van die ja, best wel lelijke lamp die daar hangt. Komt dus als het goed is hierboven. Lijkt me wel echt super gaaf. Het huis is trouwens nu een beetje in rommel. Zoals je hier kan zien. Hier. Hier, hier, hier. Oh my god. Dus ik moet het eventjes gaan opruimen. Maar de lamp is er, dus daar ben ik super blij mee. Dus ik moet even kijken wanneer deze opgehangen kan worden. En ik zie dat het inmiddels alweer bijna 7:15 is. Ik dacht eigenlijk dat het pas 6 uur was. Dus ik zit er echt een heel uur naast. Vandaar dat ik zo'n honger heb. Dus ik ga even lekker wat eten maken. En dan check ik jullie later weer. Ik ben blurry. Nee, niet meer. Hey, op camera zie ik er eigenlijk best wel goed uit. Ik heb het gevoel alsof er een of andere filter of zo overheen zit. Maar in werkelijkheid heb ik net mijn zweet van mijn gezicht afgeveegd. Want ik ben net terug van een rondje hardlopen. Als dit online komt is het woensdag. Dus over een paar dagen. Vrijdag is de Utrecht Night Run. En dat is een hardloopwedstrijd met allemaal lampjes. En door de hele stad van Utrecht. En ik had me daar begin van het jaar gewoon voor opgegeven. Want ik wilde gewoon heel graag een keer een goede afstand kunnen rennen. Deze is 8 kilometer. En misschien is dat voor jullie heel weinig. Maar voor mij is dat echt een mega big deal. Ik heb nog nooit zo veel gerend. Of zo lang zeg maar. Dus het leek me gewoon een hele leuke challenge voor 2018. Dus ik had mezelf daarvoor opgegeven. En die run zit er dus aan te komen. Dus vandaar dat ik weer eventjes een stukje heb gerend. En ja, het ging eigenlijk best wel goed. Maar, en het is ook echt best wel warm buiten. Ik weet niet zeker hoeveel graden. Maar echt 15 tot 17 graden of zo op dit moment. Dus dat is echt best wel warm. En ik ben nu echt extreem aan het zweten. Ik voel gewoon echt zweetdruppels nu naar beneden druppelen. Maar goed, dat klinkt misschien een beetje vies. Anyways, ik drink nog eventjes een glas water op. En ik ga nog even mijn laatste paar minuten van een Gossip Girl afkijken. Ik ben nu... Even kijken of jullie het kunnen zien. Ik ben nu bij aflevering 17 van seizoen 2. Dus ik denk dat dit seizoen bijna afgelopen is. En ik ben gewoon laatst opnieuw begonnen met dit programma. Omdat ik het nooit eerder echt zeg maar volledig of op volgorde had gevolgd. En ik had gewoon heel erg zin om daaraan te beginnen. En sindsdien ben ik gewoon hooked. Laat me eventjes weten of jullie Gossip Girl gezien hebben. En dat zo ja, dan is dat vast een hele lange tijd geleden. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat ik gewoon serieus alle seizoenen nu lekker kan binge-watchen. En dat ben ik ook een beetje aan het doen. Ik ga hierna lekker onder de douche springen en dan mijn bedje in. En dus ik ga alvast deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een dagje met ons op stap te zijn. Laat me vooral even weten wat jij vandaag hebt gedaan. Of wat jij misschien nog gaat doen als je deze vlog wat eerder op de dag kijkt. En dan wens ik je een hele fijne dag. of avond toe of wat dan ook. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video op aankomende zondag. Bedankt voor het kijken. Doei!